mooi. Ja. Voor mijn mannetje en voor mijn schoonmoedertje. Zo mooi. Ja, vandaag is mijn mannetje een jaar weg. Straks om 6 uur. Is hij een jaar van mij heen. Ja, goedemorgen, lieve vrienden. Het is zondag, het is 25 februari en het is 1:47 's nachts, in de nacht dus. En net wat ik zeg, strakjes over een, even zien. 4:15, dat is het een jaar geleden. Dat doet me heel veel pijn en heel veel verdriet. En mijn hondje, och ja, die heeft het niet eens niet door nu, die slaapt lekker. Dus ja, dat ik zal straks nog eventjes wat te drinken nemen. En ik hoop dat ik na die tijd nog wat kan slapen. Dat ik dat kan. Ik ben wel moe. Maar ja, dat wil ook nog niet alles zeggen. Maar ik wens jullie wel alvast een hele goede morgen. Dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Dus een hele goede morgen. Degene die naar de kerk gaan. Een fijne kerkdienst. En ik wens iedereen een gezegende zondag toe. Tot later deze dag, als ik mijn oogjes weer open heb gedaan. Ja, en daarmee daar u zit even water te drinken, terwijl ik dat net zal gaan verversen. Ik denk, nou, laat dan maar even. Ja, nou, een goedemorgen had ik jullie allemaal al gewenst, dus ik zeg dat nou lekker niet. Nee, het loopt trouwens... Hoe laat is het? Niet eens, 11:46. Vandaag dus een vreselijke zware dag. Ja, ik heb ook vannacht mezelf in slaap gehuild. Omdat mijn mannetje dus vandaag exact een jaar weg is. Ik kreeg vanochtend vroeg alweer bij tijd een appje van mijn zwager. Met gecondoleerd met de eerste jaar... overlijdensdag van je mannetje, mijn broertje. Dat, ja, nou, zometeen komt Chrissy, de fotograaf, die als fotograaf erbij was. Met het as uit het strooien van mijn schoonmoeder. En ik zal nou even een broodje klaarmaken. En ik heb ook broodjes uit de vriezer gehaald. Ik heb het vlees uit de vriezer gehaald. Ik moet die afwas... Nog in de vaatwasser doen, maar eerst moet de vaatwasser nog weer leeg. Dus ik heb nog even genoeg te doen. Maar ja. Het moet toch gedaan worden. De kaboutertjes die doen het niet voor ons, hè. Nee, die doen het echt niet. En deze vier hier ook niet. Nee, die doen dat ook niet. En dus, we gaan er maar voor. Hoe zwaar het ook mag zijn. Lieve vrienden, tot later op deze dag. En geniet van het gezonde weer, want het schijnt gezond te zijn. Nou, voor mij niet, maar ja, doet er niet toe. Zolang de insecten maar eens een keertje ook naar het hemelse paradijs gaan, vind ik het best. Doeg, doeg. Leg je daar lekker, meisje? Leg je daar lekker. En niet spelen. Maar wel lekker warm aan je kontje, hè, dat matje. Ja. Dat is nou voor het eerst dat zij er dus op ligt, hè. Mm-hmm. En daar werd een foto gemaakt.
Waarom was je nou niet in het midden gaan zitten, hé? Hallo? Dan had je een kroontje om je heen gehad. Hoort toch bij je, als prinses zijnde? Boefie. En mijn hondje die legt er zo lekker. En daar is mijn lieftallige fotograaf, zeker vriendin, zeker zusje. Hé, lieve schat? Ja, maar hij doet het niet meer. Doet hij het niet meer? Nee. Is die vol? Batterijen zullen we opzetten. Oh, wat voor batterijen moeten er erin? Nou, ik heb batterijen bij me. Ah, oké. Okay. Ik heb altijd batterijtjes bij me. Ik wou net zeggen, lig je nou te slapen of niet? Nee. Tilde zijn kop al op. Nou, lieve vrienden, dan gaan we weer sluiten en ik zie jullie later. En wat gaan we eten vandaag? Nou, broodjes. En wat hebben we hier staan? Ja, dus een broodje met saté. Ja. We houden het makkelijk vandaag. Ja, geen zin. In kokerel of wat dan ook. Oh, er wordt gezegd, we hebben geen zin om ons uit te sloven. Nou, dat wordt al gedaan, want mijn pc wordt helemaal opgeruimd. Ja, alles gaat eventjes, tenminste alles. Groot woord, maar er gaat een heleboel even op de externe harde schijf. Ja, dan kan ik weer wat meer op mijn pc kwijt. En er staat koffie voor ons. Daar eentje. Daar al eentje, mijn eigenste koppie. En daar zit mijn poesenbeestje. Die weet niet wat ze wilt. Ik kan de prullenbak niet eens op zijn plek zetten. Hé? Hé, dametje. Halloetjes. Hé, meisje. Ja, zo moeilijk hè. Dus ja, dat gaan we dus vandaag eten. Broodjes met saté. Lekker. Ik zou zeggen, lieve vrienden, een hele fijne avond. En geniet ervan. Wij doen dat zeker. En ja, ook Moordvrouw komt hè, op RTL4. Ja, dus dat gaan we wel even kijken. Ja, dat is altijd wel weer even mooi. Maar voor nu zeg ik... Tot later. Een hele goede avond, lieve vrienden. Ja, het is vandaag nog steeds zondag. Zondagavond, 21:26. En nog steeds ook de 25e februari. Voor mij is dit nog steeds een hele zware dag. Een dag met een lach en een traan. Daar mijn lieve vriendin, ook zeker zusje... Chrissy Bruurmijn bij mij aanwezig is geweest. Ze heeft lekker bij me gegeten. Jullie weten al wat we hebben gegeten. Maar ik had vandaag, voor vandaag, hak al een tijdje terug een plaatje gemaakt. Met mijn geliefde man als afbeelding erop. En een gedicht erbij. Ik probeer jullie te laten zien. Ik zal hem even omdraaien, maar ik kijk even mee. Of die wel goed is, ja, zo. Dat is hem. Er staat dus een gedicht in. En met dat gedicht wil ik de dag graag afsluiten. En ik hoop dat jullie met z'n allen dit een leuke vlog zullen vinden. En dat er geliked wordt. En je kan je ook abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet het belletje aan te klikken. Als jullie tenminste mijn kanaal leuk vinden. Ik wil iedereen, maar ook iedereen bedanken. Zowel mijn dochter, mijn zoon, mijn zwager, andere mensen die geen internet hebben. Zoals een hele lieve vrouw die er ook voor me was. Ja, dat was vroeger de... Ik ben even vol. Vroeger was zij, werkte zij in het internaat waar mijn man
met zijn broers in hebben gewoond. En dat was Corrie Bergman. En ja, ik kan haar moeilijk bedanken, want ze heeft geen internet, nee. En dan Christine, maar de achternaam die is zo moeilijk uit te spreken. Die was ook aanwezig met het as uitstrooien van mijn schoonmoeder. Die wil ik ook heel erg bedanken. En iedereen die mijn man hebben gekend, wil ik bedanken voor hun steun de afgelopen jaar en afgelopen week en vandaag. Ik ga nou het gedicht voordragen aan jullie. En daar sluit ik dus deze dag mee af. Mijn allerliefste schat, vandaag 25 februari. Wie had dit nu ooit verwacht? Ik sta er al een jaar alleen voor, dag en nacht. Daar jij helaas van ons, je diertjes en mij, alleen hebt moeten laten. Die dag ervoor, 24 februari, hadden we het alles nooit in de gaten. Dat jij van ons heen zou gaan en ons alleen liet staan. Wij hebben zoveel pijn en verdriet. Maar wees gerust, mijn schat. Er is niemand die dat ziet. Wij, je diertjes en ik, leven ons leven voort, zoals dat behoort. Maar daarom is het verdriet en de pijn niet minder als in het prille begin. Want slapen is er bijna tot niet meer bij. En een pil ervoor neem ik niet in. Daar ben ik, zoals jij wel weet, op tegen. Maar ooit, mijn lieve schat, kruisen weer onze wegen. Daarboven bij jou, in het hemelsparadijs, zit jij fijn op een bankje. In je hand heb je een bakje met ijs. Hoop net zo lekker dan bij Van der Laan. Zo kom ik weer tegen in het hemelse sterrenbaan. Lieve schat, ik hou zielsveel van jou, van je liefhebbende vrouw. Welterusten allemaal.